De Syrische muziek komt de hele dag uit de speakers. Voor de mannen uit Syrië ideale werkomstandigheden. Dit is Azad. Die heeft ook altijd in de confectie gewerkt. Een hele snelle confectieman. En hier hebben we Abaroni. Hij is ook een baas achter de naaimachine. En Mazad? Mazin. Mazin we have here. And he's the hero of the factory. This is Imad. AZC heeft ons benaderd dat zij vakmensen hebben die altijd in de confectie hebben gewerkt en dat ze erg stilzitten. Ze zitten erg te wachten in het AZC en dus ze willen graag wat doen. I am coming from Syria. And you live now in? I am live now in AZC, in camp AZC Asilo. And how long are you working here? About 3 months. Very, very nice because I see all the guys more than my brother or sister or anybody in my own from family. You're welcome. Elke dag helpen ze bij het maken van deze shelter suits. Een dikke jas met een slaapzak eronder, speciaal voor daklozen. Bas begon daar vorig jaar mee, samen met zijn compagnon Alexander. Het was in eerste instantie inderdaad de bedoeling om dit 100 pakken van te maken en daarna weer verder te gaan met de orde van de dag. En in die zin is dat wel een beetje uit de hand gelopen, ja. We produceren nu 1000 pakken en dat verdelen we 50-50 over de daklozen in Nederland en de vluchtelingen in de kampen zoals Turkije. Is dit nou je fulltime baan? Ja, dit is vooralsnog mijn fulltime werk waar ik helaas nog niks meer kan verdienen. Omdat we gewoon nu alles nodig hebben om dit draaiende te houden en alles goed op te zetten. De hoop is wel dat wij daar in de toekomst, laten we zelf niet in zo'n pak belanden, zeg maar, heel gemakkelijk gezegd. This one I think first, for stability, this one. En dan in the end, hier liggen dus de pakken die klaar zijn en hier liggen de halffabrikaten. We hebben nu ongeveer 400 slaapzakken en we komen er 600 tekort. Maar Alexander die is de hele dag aan het bellen om extra slaapzakken binnen te krijgen. We hebben met Deltex voor inkoopprijs van 10 euro per slaapzak kunnen regelen dat we dat kunnen afnemen. Maar we hebben dus nog, voor 10 euro hebben we slaapzakken nodig per stuk. Het probleem is nu een beetje, in de huidige vluchtelingencrisis zijn heel veel mensen, hebben allerlei slaapzakkenproducenten gevraagd om restpartijen en oude slaapzakken op te halen. Dus er is voor ons gewoon heel weinig meer op te halen en we hebben ze wel nodig, ze zijn wel een cruciaal onderdeel van ons pak. Dus we doen ook graag een oproep naar iedereen om te helpen met het doneren van slaapzakken en dat helpt ook fantastisch. Hier liggen de 100 klaar en dit is de serie van 400, maar de voering die wordt er heel snel ingenaaid, dus ik denk met een week is alles klaar. En waar gaan ze dan naartoe? Dat weten we nog niet. We zitten nog steeds te kijken. We gaan in ieder geval naar Parijs om daar ook 100 pakken uit te delen, want daar is natuurlijk ook dakloosheid een groot probleem. Maar het overgrote deel gaat naar Nederland en Syrië en in november doen we de 100 naar Parijs. Vorige week woensdag was het echt goed koud, was het zelfs al onder nul. En toen werden we gebeld door Tactus in Almelo dat er een man voor de deur lag. Die had zich niet goed voorbereid op de kou en die lag dus trillend voor de deur. En toen hebben we 5 pakken naar hem toe gebracht en dat heeft de gemeente Almelo heeft dat vergoed. Want instanties en ook bedrijven kunnen een pak voor 100 euro bestellen en die gaat dan gratis naar een dakloos en dat is puur kostendekkend. Ja, op een gegeven moment als je dan ziet wat het teweeg brengt als je iemand zo'n pak geeft, wat dat losmaakt bij iemand, hè. Het is wat anders dan een oude jas die al 10 jaar lang onderin de kast ligt. Ik wilde hem weggooien, maar hier heb jij hem maar. Dat is een hele andere boodschap dan hier. We hebben iets specifieks voor jou ontwikkeld, gemaakt. Het is nieuw, het is nooit gedragen. Het is voor jou en ik hoop dat je er plezier van hebt. Dat doet iets met iemand. En je erkent een stukje waarde, je geeft waarde en je erkent een stukje waarde in iemand. Dat is heel mooi om te zien en dat is mooier dan wat voor een geld dan ook te verdienen voor welke baas dan ook.